Kijkers van Gaas Games, ik ben hier weer met een nieuwe video en zoals je ziet zit ik in de Party Games. Ik ben hier niet alleen, ik ben hier met Theodore Bagwell, zoals je hier ziet. En T-Bag. Oh nee, niet weer deze. Jij sluit me hier altijd in op, hè? Oh, ik heb zelf op het moment heel erg lastig. Oh nee, ik heb deze heb ik echt heel erg verpest. Damn it, ik heb deze echt heel erg verpest zoals ik al zei. Ja, ik heb deze echt verpest. Damn it. Ik niet volgens mij. Ik wel. Want ik ben as we speak. Hoe wacht ik hier nog een stukje naartoe snel? Ah. I am freaking done. Oh ja, dan ga ik dit denk ik dik winnen. Kijk wat een groot platform ik krijg. Dikke goed, maar ik spande letterlijk vandaag in het midden. Waardoor ik niet meer. Wacht eens even, ben ik. Nee. Welke kleur ben ik nou dan? Ik ben blauw hoor, die heel groen. Nee, dit ben je. Ja. Dang it! Oh wow. Je hebt nu zeg maar wat ik de vorige keer had. Ja, precies. Dat. Jee, gewonnen. Hey, ik heb één ster. Hey. Ja, je hebt er één. Dus je hebt in ieder geval nog een troostprijs. Waarom? Wat is dit? Oh, kill animals. Dit is weer. Oh jee, ik sla altijd die minpunters. Dan ben je niet de enige. Maar ik ga dit keer niet doen. Ik ga dit keer gewoon nadenken met slaan. Kan dat? Ja, dat kan. 3-punter, minpunter, punt. Minpunt, punt. 3-punter. 5-punter, koeien zijn 5. What the fuck, joh. Klopt, maar pas op. Ook koeien en varkens kunnen minpunten zijn. Ja, ik weet het. Maar dankjewel voor het... Nee, is mijn varken. Nee, ik had hem. Oh, dat is een minpunt. Oh, dat was ook een minpunt. Ik sta wel eerste. Oh? Goed ook. Als je niet zo erg vindt, ga ik vooral door ermee. Ga jij lekker door. Weet je wat ik nu echt noem? Ik hou serieus mijn muis gewoon stil op zo'n beest en ga kijken of die echt goed is of niet. Want ik heb echt gezin die minpunten. Ah, jij slaat een koe dood, minpunten. Ja, inderdaad. Ik heb echt gezin. Oh, weer een fucking dood. Kom op. Ik zou eerst met 59 puntjes. Ja, maar die varkens moet je killen, die gaan fucking makkelijk dood. Die koeien moet je 3 keer hitten, zeg maar die varkens maar 2 keer. Hoppa! Oh, en toen, jij hebt er nu 4 en ik heb er 3. Oh nee, deze weer. Hier blijft iedereen eerst een leven tot een wave of 10 of zo en dan pas gaan de mensen dood. Oh, we staan ook nog eens onder dezelfde. Ik ga echt hier in F5 staan hoor. Vorige keer ook, waarom sta je altijd in F5? Ja, dat is hier toch veel handiger man. Ja. Oh, gingen al echt mensen dood. Ja, maar dat is typisch van die mensen waar je denkt van. Ja. Nou, let's go. Nog meer dood? Nee. Oh. Nee, dat duurt nu nog wel eventjes. Waar ga ik heen? Oh nee, waar ga ik heen? Oh nee. Je hebt nu nog zoveel tijd voor alles, jongen. Ja, echt. Straks niet meer, dan is tik, tik. Oh, en dan komen ze alweer. Ja. Maar we lopen rustig naar deze toe. Ik vind het lekker om zeg maar, alleen onder zo'n blokje te staan. Ja, een veiliger gevoel, ik weet niet. Ja, maar ook gewoon niet dat irritant gebeurt, heet dat iemand in je staat. Ja, kun je nagaan als je dit op 1.9 zou doen, kunnen jullie, ze je aan de kant duwen. Ja, maar jullie staan nu met z'n allen onder één ding, terwijl er gewoon 2 anderen ook waren die gewoon dichtbij stonden. Ja, dat is waar. Ik denk echt van, why? Het begint nu wel. Ja, het begint nou al wel wat pittiger te worden. Oh, ik heb je gewoon dubbele naast elkaar, deze is fucking groot hier. Wee. Oh, het gaat allemaal nog goed. Oeh. Oh, ik dacht even, er is iemand af. Heel blij. Cobain. Come on. Cobain. Ja, ik zie je toch veilig, ja. Hij gaat nu hard, hoor. Hij gaat nu wel hard. Oh, shit. Oh, shit. Oeh. Ik heb hem. Oh. Hij is niet halen? Nee. Oh. Ik stond er net onder en ik ging iets vooruit schuiven. Ah, jij bent ook! Wat? Maar als ik derde ben. Jij bent derde, ja. Dus dan loop je 2 punten voor. Yes! Huh? Er is er nou toch nog maar 1? Oh ja, dat staat er ook. Oh, hier moet je jumpen. Ja, dat vind ik wel leuk. Ik ben leuk. Oh, ik ga hardop. Ja, dat zei je hardop. Oh, zo. Ik vloog even iets door. Ik snap niet, iemand loopt hier altijd die dingen te slaan, maar die dingen hoef je niet eens te slaan, je moet gewoon tegenaan vliegen. Ja, doorheen vliegen inderdaad.
moet wel even natuurlijk laten zien hoe je dit doet, Dylan. Ja, doe jij dat eens. Goed. Zo, die kerel pakt even een jump boost. Zo, dat ging echt als een raket. Ja, hoe doe je dat eigenlijk? Wat, die jump boost? Ja. Moet je in een spinnenweb komen, dan, dus dat is de jump boost. Als je die hebt, dan vlieg je even een kilometer omhoog. Oh. Zo, ja. En dan wel even snel zo'n tientje pakken natuurlijk. Hop. Maar mag je? Ik bedoel, ik zat toch eerste. Ja. Op tientje. 10 punter. GG. Oeh. Nice. Ik heb 5, jij hebt 7? 8? Ja. Oh, per schieten. Ik ben rood, hè? Okay. Kom op. Oh, ik schoot groen. Wat gebeurt er als je een enemy kleur schiet? Voor mij niks. En dan weer langzamer of zo? Ik denk het. Oh, Dylan gaat nu al vooraan, zie ik al wel. Shit. Shit. Oké, dit is wel heel fucked up. Ik zie jou echt. Jij loopt echt hard vooruit nu inmiddels. En jij hebt deze game. Deze heb jij, want ik zie jou echt gewoon niet eens nu. Ik zie jou niet eens meer. Yes. Ja, ik heb echt een hele slechte start. Ja, ik vind het nog best wel pittig hoor. Weet het. Ben je al gefinished? Nee, nog niet. Oké, weet je, als ik op zijn minst tweede word, dan loop je niet heel ver bij me vandaan. Dylan! Later. Nee joh! Ik heb zoveel misgeschoten aan het eind, hè. Je moet op het eind niet meer schieten als je zo hard gaat, jongen. Gewoon finishen. Ja, dat is waar. Nou ja. Even kijken. Oh ja, dit was van die stomme vleermuizen. Als jij hier niet eerste wordt, dan? Of punten haalt. Ja, dan heb jij gewonnen waarschijnlijk. En dat ligt natuurlijk wel aan wat ik natuurlijk ga doen, maar... Dit is punch me. Ja, ik sla je toch! Man! Hoi Dylan, je had even wat vleermuizen bij hoor. Ja, ik zie ze niet eens allemaal. Oh hier. Moet je een brilletje opzetten? Ja, doe ik. Hey, we doen precies hetzelfde hier naar boven klimmen en zo. Oh, op. En toen ging mijn telefoon. Ja, Dylan, wil je eens even komen invallen op werk? Ja, dag. Vandaag even niet, ik ben even lekker vrij. Nu! Even niet! Ondertussen gefocust die bets aan het mappen natuurlijk, want je moet wel winnen. En vandaag mag je winnen. Kijk, als ik tweede word, dan loop ik maar 1 punt in. Nou, wat is nou een punt? Ja, niks. Is dat iets zelf zegt, nee. Hoe lang duurt dit nog? Ja, lang. Blijkbaar. Ah, eerste. Dus jij hebt... 13 punten. Oh. Ja, we gaan nu naar de laatste ronde toe, hè. Oh, yes. Als je dit gewoon overleeft en ik ga dood, dan is het gewoon klaar. Ja. Moet ik wel eerste worden nu? Oh shit. Dit wordt hardcore. Oh, er zijn wel heel veel mensen geliefd trouwens. Er zijn nog maar met z'n vieren. Kunnen winnen. Ja, precies. Van, weet je wat, ik geef maar op. Ja, oké. Okay, dat is wel... Zou ik ook doen, denk ik. Nou, jij wel, ja. Maar ja, waarom zou je dit in je eentje spelen? Dan is er toch helemaal geen drol aan, denk ik. Ja, het heet ook niet voor niks party games, weet ja, je. Ja, ik... Heel veel mensen die gaan hier in zijn eentje zitten, maar... Nou... Leuke party in je eentje. Ja. Feest in je eentje. Gaat nog een beetje goed. Oh, nee! Jij bent tweede, ik ben eerste. Dus dat betekent dat jij hebt gewonnen met 2 punten verschil. Of nee, we zijn er nog niet. Wat? Yes! Deze minigame haat ik zo. Yes! Ik ga jouw varkens allemaal jatten. Nee. Kom op. Hier komen. En dat is 1. Nee joh. En dat is... Hoe, kom op. Dat is 2. Nee joh. Ja. Hoe doe je dat in godsnaam? Ja, springen en achter jumpen en alles. Ja, deze zit helemaal achter het ding. Hé, hey, er zit ook een speciale in het midden. Zo speciaal? Wat dan? Een babyvarken. En die speciaal? Mhm. Dat is de mijne dan. Nee. Oh, maar daar is weer eentje. Mooi. Ja, hij zit erin. Wat gebeurt er dan? Super dan, activated... Ja, dan moet je... Ja, dan krijgen jullie voor een paar seconden zo'n blok. Nou, een paar seconden, letterlijk 1 seconde. Nee, jij wordt sowieso eerste of tweede hierin, want ik kan het echt niet. Kom op. Ja, gaat hij weer mis? Hoerenvarken. Ik bedoel vervelend varken. Ja, hij zit erin, hè? Zeg dat, laat maar. Nog één.
Nou. Nog één. Hoppa, weer eentje. Nog eentje. Er ligt nog eentje. Oh, ik val naast mijn eiland. Ja, hallo. Hoi. Oh, ik heb er eens nog één in. Oh. Nou, dus dan bij deze. Hoeveel punten heb jij? 18. Oh ja, je hebt er 18. Ik heb er 14. Nou, zoals je ziet heeft Guido gewonnen. Mensen, vonden jullie dit nou weer een leuke video? Laat dan even een like achter. Abonneer ook op Duffy Games. En ja, tot de volgende video, mensen. Later.